De komende dagen is er een grote inzamelingsactie hier bij de supermarkten in Wezep. Boni doet ook mee en wij gaan in gesprek met een aantal vrijwilligers. Wij staan hier vandaag voor Oekraïne. In de winkel is een schap ingericht. En om eventueel de nood. Ja, Mia, ik zie je hier al druk bezig om mensen te informeren welke actie jullie op touw hebben gezet. Voor wie doen jullie dit? Dit doen wij voor Oekraïne, die dus nu in oorlog is. Om daar de nood wat te lenigen, om daar een klein steentje daaraan kunnen bijdragen. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, hier sta ik dus aan de ingang en ik wijs de mensen op dat we hier staan voor Oekraïne. In de winkel is een schap ingericht met allerlei producten die daar nodig zijn. En waar de mensen uit kunnen kiezen om eventueel dat te gaan kopen voor de Oekraïners. Ja, Reinhard, we staan hier nu bij zo'n schap waar Mia het net over had. Welke producten zijn heel hard nodig? Nou, vooral voedingsmiddelen en natuurlijk wat lang houdbaar is. Want ze moeten er nog een tijdje mee kunnen doen. Maar ook verzorgingsproducten. Hè. Je ziet hier bijvoorbeeld ook staan luiers. Je ziet wat dameshygiëne staan. En ook suiker natuurlijk. En ja, gewoon basisproducten, melk, koffie. Dus ja, eigenlijk wat iedereen dagelijks nodig heeft. En Oekraïners die hebben dat net zo hard nodig als wij. Ik vind het wel mooi. Je neemt je boodschappen mee. En je komt in de winkel. Je pakt er gewoon wat bij. Was het moeilijk om vrijwilligers bij elkaar te krijgen om deze actie op touw te zetten? Nou, de grootste uitdaging was dat de zomervakantie ertussenin zat. We hadden wel gehoord van met name van de voorganger uit Oekraïne die de actie een beetje geïnitieerd heeft. Daar ga ik eventjes naar terug, want die heeft aan ons gevraagd van hey, kunnen jullie niet een goedereninzameling doen voor de mensen die in Oekraïne zijn achtergebleven? Want een aantal mensen konden natuurlijk naar het buitenland toe, waaronder Nederland. Maar ja, voor een aantal mensen is dat gewoon niet mogelijk. Mensen die oud zijn, mensen die ziek zijn, mensen die verder helemaal geen middelen hebben. Toen hebben we die actie op touw gezet. En toen we daarmee bezig waren, dachten we, wanneer gaan we die actie nou doen? Nou, het liefst wilden we de goederen voor de winterperiode in Oekraïne hebben. Nou, en toen zijn we een beetje gaan puzzelen. En toen dachten we van als we nou begin september de actie doen, dan kan de week daarna kunnen de spullen naar Oekraïne gebracht worden. Dus daarom hebben we deze datum gekozen. Ik denk dat we van 's ochtends 9 beginnen we, tot 's avonds 8 staan we. 3 dagen lang, dat is best veel. We hebben bij elkaar, ik denk wel richting de 150 vrijwilligers kunnen vinden. En die staan dus verspreid over de dag. Wat onderscheidt jullie actie nu van alle andere acties? Nou, ten eerste natuurlijk dat alle 4 de supermarkten in Wezep meedoen. Dat is denk ik uniek, want meestal heb je een actie bij 1 of 2 supermarkten die doen mee. Ik wil ook nog even noemen dat de DA ook nog heeft meegeholpen. We hebben daar behoorlijk wat verzorgingsproducten en hygiëneproducten via de DA kunnen aanschaffen tegen gereduceerde prijzen. Natalia, you're from the Ukraine. What do you think about the food action? I'm thankful for everyone who helped Ukraine, because Ukraine is Europe, part of Europe, and the war is still going in Europe. Russian aggression is still going. People dying every day. I am thankful Netherlands. And this action is great. It's great because you will send these products for babies. Some people give something for babies, pampers, and it's so helpful. So my mom and we are here today, and we are thankful for everyone you do for Ukraine. For your government, for people who help Ukrainians, and this action, I think, is great. Yes. And I'm really glad that we're helping today. And how long are you here in Holland? We're here from April. En dan de logistieke onderneming, want het moet allemaal op de plek komen. Ja, dat is nog een heel gedoe. Allereerst moet het natuurlijk vanaf de supermarkten naar een opslag toe. Nou, er zijn ook vrijwilligers voor nodig, dus die rijden een paar keer per dag een ronde langs alle supermarkten. Dan nemen ze de goederen die ingezameld zijn, nemen ze mee naar de opslag. Dan gaan we volgende week, wordt alles netjes verzameld en opgestapeld op pallets. En dan het weekend daarna, dus eigenlijk volgend weekend, dan wordt er gereden door Hendrik Kracht. En die brengt de goederen naar Roemenië. Je zegt, waarom niet gelijk naar Oekraïne? Nou, Oekraïne is nog steeds onstabiel. Je hebt ook te maken met verzekeringen. Als hij er met zijn vrachtwagen door Oekraïne zou rijden en er zou wat gebeuren, dan is hij daar niet voor verzekerd, omdat het gewoon oorlogsgebied is. Dus we hebben via de stichting TOF in Barneveld wat tips gekregen. En die hebben een hele goede locatie in Roemenië. Dat zit niet heel ver van de Oekraïnse grens. Daar worden de goederen gelost. En dan worden die met kleine busjes vanuit Roemenië naar Oekraïne gebracht, naar de mensen die het nodig hebben.